Koen en Chris Wouters, liefde voor muziek. Waarom hebben jullie eigenlijk besloten om deel te nemen? Omdat we de twee voorbije edities in de agenda niet in de mogelijkheid waren, ondanks de vraag om dan al deel te nemen. En nu lukte het wel en het is eindelijk nog eens een programma waar het echt over de muziek gaat, zonder dat er een competitie aan verbonden is, zonder dat er een afvallingskoers is of zo, weet je wel, het is geen wedstrijd. Dus dat is een cadeau eigenlijk voor een artiest om daaraan te kunnen meedoen. En vooral voor jou, Chris, denk ik, als muzikant? Ja, maar ik denk als zanger net zo goed. Nee, ik heb met heel veel plezier die eerste twee reeksen bekeken. En het is natuurlijk fijn als je kan kiezen uit het repertoire van pakweg een Bart Peters of een Natalia. En denkt, oké, wij als Clouseau, welk liedje zouden we kunnen doen? In welke versie kunnen we dat doen? Dat was heel tof om dat voor te bereiden ook. Om naar songs te luisteren, naar elkaar dingen te pitchen. Van, oh, dat is misschien een toffe, een toffe reis eigenlijk. Ook een toffe bende? Ja, super, super. Nu, de meesten waren ons al niet meer onbekend. Zelfs Gers hadden we al een aantal keer wel ontmoet bij tv-opnames en zo. En dan is het weliswaar een kort gesprekje achter de schermen, even zeggen. Wist, veel verder dan dat gaat het niet, maar dat was ook altijd al heel vriendelijk en aangenaam. Dus dat was, er was daar een soort, ja, toch wonderbaarlijke chemie tussen al die artiesten. Dat was zeer fijn. Koen, jullie hebben een speciale versie van I Want You Back van Natalia gebracht. Speciaal is te zeggen, we hebben het vertaald. Nee, wij hebben het zelfs niet vertaald. De oorspronkelijke auteur-componist Jan Leijers heeft er een Nederlandstalige tekst opgeschreven, op onze vraag. En het nummer is wat, zoals wij het aanvoelden tenminste, een redelijk Clouseau-achtige song. En we hebben vroeger ook wel van dat soort trage, mooie nummers proberen te maken. En we hadden een paar nummers die zeg maar in de top 3 stonden uit Natalia's repertoire, maar dat stond toch op nummer 1. Dus we hebben dat geprobeerd om het met eer te dienen, dat nummer. En dat is denk ik gelukt, hoop ik wel. Chris, jij bent net zoals Koen 30 jaar actief in de showbiz, of met Clouseau toch 30 jaar. Zit er dan nog een uitdaging in voor jou? Ja, absoluut. Ja, net meer, dat weet ik nu niet, maar het is één zaak om met een groepje te beginnen en met jeugdig enthousiasme van alles te doen. Je hebt dan het geluk dat het begint te marcheren en dan is het een andere zaak om dat te blijven uitbouwen en vooral om trouw aan jezelf te blijven en om te proberen relevant te blijven als muzikanten. En ik vind dat wij dat met Clouseau redelijk tof doen. Wij gaan zelden of nooit op tour zonder dat we een nieuw album hebben, omdat we graag dan nieuw repertoire spelen voor de mensen. Uiteraard speelt dat een hoop hits ook. Maar je wilt toch proberen om voor jezelf van nieuwe dingen te blijven doen. Ons laatste album was Clouseau Dans, dat stond vol met dansbarspul, dat hadden we nog nooit gedaan. En, ik kijk al met veel goesting uit naar de volgende keer dat we een plaat gaan maken en waar dat dan weer naartoe gaat gaan. En het is gewoon tof om je eigen te blijven uitdagen, om te proberen wat te verbeteren, links en rechts, in kwaliteit van songs of in hoe iets aanpakken. Of, ja, we zijn toch nog niet echt uitgezongen, denk ik. Treden jullie buiten de comfortzone tijdens Liefde voor Muziek? Eigenlijk wel, ja. Bij momenten wel, ja. Dat vind ik wel. Alhoewel dat het altijd disclosure is, maar sommige nummers van andere artiesten zijn dan aan de basis al zodanig anders dat je toch verder gaat dan wat dat Clouseau al gedaan heeft. Neemt niet weg dat elk nummer dat je zult horen, zullen toch wel, denk ik, aanvoelen als ah ja, ze hebben er toch iets Clouseaus mee gedaan. Dat was de bedoeling maar, ook. Hè? Ja, dat is de bedoeling. Maar bij momenten, voor mij als zanger alleszins, was toch een aanpak die nog niet te veel op een Clouseau-plaat zal te horen geweest zijn. Wie heeft jullie het meest verrast, Chris Schinder? Goh, dat is echt een moeilijke vraag, hoor. Mij, Josje. Ja. Dat is gewoon omdat Gers, je weet wat dat Gers doet. Dus dat is keigaaf wat hem gedaan heeft met elk nummer dat hem aanpakt. Maar je weet wel dat hij dat kan en hoe hij het doet, zeg maar. De Bart kennen we al zo lang. Dat was altijd een glimlach van het een oor tot aan het ander. Maar ook daar, het was nog verrassend. Zelfs dan nog was het verrassend. Maar echt, bij Lin is dat juist hetzelfde. Je weet hoe dat die zingt. Dat is prachtig. Isabel, dat is een fantastisch goede zangeres.
je weet dat. En toch wordt het hier nog een keer heel, heel dubbeldik bevestigd en in je gezicht gesmeten. Natalia heeft de puntjes op de i gezet. En even gezegd van, oké, daar ligt de lat, mannen. Maar Josje, die kende eigenlijk alleen maar van K3 en van dat soort songs. Dus zij kwam eigenlijk aan de start met, ja, wat gaat hij eigenlijk doen? Hoe gaat hij dat aanpakken? En dat is natuurlijk daardoor, denk ik, toch wel het meest verrassend. Ja, dat is waar. Dat is waar. Welke emoties hebben jullie het meest, heeft jullie het meest parten gespeeld in Liefde voor Muziek? Verrassing gewoon. Ik vond het super fijn om te zien dat al die artiesten heel erg bij zichzelf zijn gebleven. En als Isabella een liedje zong van Bart Peters, dan werd dat een Isabella liedje. En als Natalia een liedje zong van Lin, dan werd dat een Natalia nummer. En als Gers een liedje zong van Clouseau, werd dat een Gers Pardoel nummer. En dat is gewoon, bij elke opname worden gewoon keer na keer na keer verrast. Omdat je kent het originele repertoire meestal wel. En iedereen maakt daar echt zijn eigen ding van. En sommige versies zijn echt helemaal geweldig. Soms heel grappig, soms heel ontroerend. Soms heel... Dus dat was eigenlijk een lange verrassingstrip. Hebben jullie een traantje gelaten? Dat weet ik zo niet meer. Maar we zijn wel een paar keer echt wel een krop in de keel gekregen. Ja, toch wel een paar momenten die echt aankomen. En die zowel muzikaal heel erg... Wow, wat is dat? Als op die moment inhoudelijk. Het zijn ook wel intense dagen. Hè. Je staat vroeg op, je begint te draaien. 'S middags begint iedereen te repeteren af en aan. Ondertussen werkt er nog wat verder aan 's avonds. Je maakt je klaar, kleren, bla bla bla. Twee opnames. Dus dat wil zeggen dat je dikwijls tot 1:30, 2:00 s'nachts blijft opnemen. En dat is helemaal niet erg. Maar oké, na het einde van die week toe voelde dat natuurlijk fysiek al wel. Ik kwam al van Qatar, dus ik was al moe aan. Dus werken die emoties nog ietsje harder in, mag ik wel zeggen. Maar los van dat, het was gewoon omdat de sfeer zo goed zat, omdat wat iedereen deed met de nummers van elkaar, ook met onze nummers, dat kwam heel erg tof binnen. Dus om nu te zeggen, oh, ik heb er zitten blijten, dat niet. Maar het is wel veel emotioneler dan ik ooit had durven vermoeden vooraf. Want je kijkt naar die vorige seizoenen en je denkt, allee, elke keer als iemand gedaan heeft, moet er geknuffeld worden en links en rechts een traan. En nu snapte, ja, inderdaad, dat doet zoiets met een mens.